Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Vannacht heeft Jordi en Sam, die hebben ze te spoken. En nu heb ik alle kindjes klaargemaakt om naar Liam zijn school te gaan. Wat schattig zijn jij met een mutje. Ja. Nou, ik ga dat gauw doen, want Jordi is al chagrijnig en ik moet nog straks naar de logo met hem. We hebben een IKEA stoeltje erin geplaatst. Leuk! Gaan we nou lopen? Ja? Oké. Okay. We hebben Liam afgezet op school. En Sammy is lekker aan het kijken. Waar we allemaal heen gaan. Jullie is chagrijnig nog steeds. Dus ik ben benieuwd wat we dadelijk bij de logo gaan meemaken. Maar ja. Gauw naar huis. Spullen pakken. En naar de logo. Ik ben weer thuis, maar wat was dit een drama zeg. Ik ben met Jordi en Sam naar de logopedie gegaan voor Jordi. Hij is aan één stuk door aan het schreeuwen, huilen, alles geweest. Nu ben ik heel even thuis en dan moet ik dadelijk de kindjes weer klaarmaken voor Sam of Liam op te halen. Al die namen altijd. Ik heb hetzelfde virus wat mijn oma en mijn moeder hebben. Die noemen ook altijd eerst 20.000 namen voordat ze bij de juiste uitkomen. Nou, dat heb ik dus ook. Maar we moeten dadelijk dus nog Liam ophalen. En dan is het tijd om rustig aan te doen. We hebben nu ook met de logo afgesproken dat we het even op een klein pitje zetten. Want dit is voor Jordi momenteel niet te doen. Dus dadelijk doe ik heel eventjes de luiers van Sam en Jordi. En dan gaan we weer op pad. Maar eerst heel eventjes zitten, want ik ben kapot. Dit is echt niet grappig. Ik ben gewoon echt kapot. Na enige moeite heb ik Sam in slaap gekregen. En is Liam nu wakker. Even bij iedereen kijken. Ben je wakker? Zal ik jou er maar even uithalen dan? Jij bent dus alweer wakker. Echt waar? Wel. We gaan even je luier doen. Leuk hè? Op de schommelpaard. Heb je snotneus? Hier. 1, 2. Hoppakee. Goed zo. Ga maar lekker schommelen. Ik ben ondertussen met mijn eten bezig. Je bent lekker aan het schommelen op het schommelpaard. Wat is er? Wil je er niet meer op? Moet mama je eruit halen. Liam is een filmpje aan het kijken. Want hij is nog steeds wakker. Hè? Jij moet gaan zitten op de stoel. Goed. En mama is een Sinterklaasboom aan het maken. Wat ben ik? Een Sinterklaasboom aan het maken. Ja, ik ben nou vast even de boom uit elkaar aan het halen. Zodat ik morgen alle spullen erin kan zetten. En dan doe ik hem nog beter. En dan gaat papa alvast in de sfeer kijken met pepernootjes. Als jij nou pepernootjes pakt, wil hij ook. Ja. Goedemorgen. Gisteravond is Liam ook nog wakker geweest. Gisteravond is Liam ook nog wakker geweest. En Sam is wakker geweest. En Jordi niet. Jordi is slapen. Ik denk dat die twee toch wel weer iets te pakken hebben. Of het zijn echte tanden waar ze last van hebben hoor. Dat kan echt wel. Sam die had koorts. Liam die heeft geen koorts gehad. Helemaal niet. Maar ja. Ik
weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Maar ja. Liam. Oh, ik heb daar weer opgeruimd, hè. Dus het wordt op de grond gedonderd. Maar goed. Ik heb dus 2 zieke kinderen. Ik ben vannacht tot 3:30, 4:00 met ze op geweest. En ik heb op een gegeven moment ook Niels geroepen. Ik zei, nou ben ik er klaar mee. Nou kom er maar naar boven. Want, of naar beneden. Want ik heb vanuit 2 die aan het jengelen zijn en die mama nodig hebben. Ik zeg, maar mama heeft niet de mogelijkheid momenteel om er 2 ook echt daadwerkelijk bij me te pakken. Want op het moment dat ik Sam vast heb, wordt Liam jaloers en gaat hij Sam wegduwen. En op het moment dat ik Liam heb, begon Sam te janken. Want ja, die wil ook vastgehouden worden. Dus ik had een paar extra handen nodig. Die heb ik gekregen. Uiteindelijk zijn we weer in bed gekomen en gaan slapen. Maar ja. Niels is nou heel eventjes naar een vriend toe. En daarna gaat hij eventjes onze mantelzorgenpakketten halen. Want wij zijn officieel mantelzorger. En wij mochten 2 pakketten ophalen. We hebben allebei gekozen voor zowel Niels als ik voor bosse bollen te maken. Dus misschien is het wel leuk als we dat op video doen. En dat ik Niels dwing om mee te helpen. Dat is wel leuk. Maar goed, in ieder geval, die komt straks dus thuis. En mensen. Sam en Jordi slapen nog. Die laat ik ook gewoon nog even slapen. We hebben straks ook eigenlijk nog een verjaardag. Maar ik weet niet of het dat gaat worden dat we met het hele gezin daarheen gaan. Of dat ik even alleen ga. Het is vanaf een heel van mij en daar het zoontje van. En ik kan sowieso nooit nee zeggen tegen een kind. Qua verjaardag. Dus ik heb sowieso het cadeautje staan. Dus dat kind krijgt sowieso vandaag zijn cadeautje. Of het nou linksom is of rechtsom is. Maar ja. In ieder geval. Ik ben er even klaar mee. Blah. Ik heb heel eventjes die vriendin van mij gebeld en het verhaal uitgelegd. En zij zegt ook van het is niet verstandig om met de kindjes nou te komen dan. Kunnen we beter doen nadat het kindje geopereerd is. We waren al vrienden voordat hij überhaupt geboren was. Of vriendinnen. En het kindje heeft een aangeboren aandoening. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar hij heeft aan allebei de handen had hij 6 vingertjes en 6 teentjes. En ja, dit zijn operaties die best wel lang vooruit gepland worden. En dat kereltje moet gewoon binnenkort geopereerd worden aan zijn voetjes. Om de teentjes, om zijn voeten gewoon goed te maken. En dat is gewoon een vrij zware complicatie kanshebbende operatie. En ja, daar mag hij niet verkouden voor zijn. Hij mag gewoon echt nergens last van hebben. Dus ik heb ook gewoon tegen haar gezegd van ja, ik wil dat gewoon niet op mijn geweten hebben. Omdat ik zelf ook gewoon weet met Jordi hoe dat allemaal is. En ik ga straks wel eventjes langs om het cadeautje af te geven. En dan doen we nadat hij geopereerd is en aan de betere hand is, komen we op bezoek. Want ja, ik zeg ik kan hier niks aan doen. We hadden het er toevallig gisteravond nog over. Ik en zij. Ja, hè, als je verkouden wordt of wat dan ook, zeg daar gewoon en bla bla bla. En iedereen moet eens nadenken. Hup, 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 hup. Nou. Dan gebeurt het weer hier dat ik 2 kinderen wakker heb. Ik weet gewoon bij Liam. Dat zijn voornamelijk de kiezen. Maar ik weet bij Sam gewoon niet, omdat hij vannacht ook koorts had en alles. Hij is wel bezig met tandjes, maar ik kan gewoon mijn vinger er niet op leggen. Is het de verkoudheid die nou doorzet? Heeft het te maken met zijn tandjes? Ja, ik durf het gewoon niet aan en dan ben ik liever verstandig en dan kies ik liever voor het manneke dat die gewoon geopereerd kan worden. Als dat ik
mijn kinderen, of ja, met mijn gezin daar kom en dat het kind over een paar dagen ziek is. Nee, gaan we niet doen. Ik heb het daar ook zo uitgelegd en ze zei ook van ja, zegt ze, dat is gewoon verstandig. Ik heb Sam net even op bed gelegd. Ik ben ondergekitst door Sam, maar dat kwam echt door dat hij moest hoesten. Hij moest hoesten, hoesten, hoesten en toen kwam het eruit. Dus dat is niet omdat hij ziek is, zeg maar, in die zin. Dus nou ja, hè, het zei zo. Liam heeft het ook regelmatig dat hij moet hoesten en dan, oh, dat doet. Het zei zo, kinderen geven nou eenmaal sneller over dan dat volwassenen doen. Dat is helemaal prima. Geen koorts, geen verhoging. Zover ik net kon voelen bij Liam ook niet. Dus we gaan het gewoon zien hoe het loopt. Er zijn die andere twee kleine, die zijn een broodje aan het eten. Een krentenbol. Lekker hè, krentenbol. Hallo papa. Ja, hè? Is het met de Boomba hè? Lekkere snotkrentenbol. Ik kan zijn neus af blijven doen, dus ik ga daar niet de hele tijd... Maar goed, en sowieso als Liam echt zijn neus af wil laten doen, dan komt hij het ook vertellen. Dus dat is wel een voordeel bij Liam. Jordi is gewoon zijn eigen normale zelf. Oh, sorry George. Hij zit lekker gewoon te knauwen. Ik leg iedere keer een stukje krentenbol op zijn plateautje. Zoals je ziet, ik was een ronde gezeven door Sam. Ik had mij alweer omgekleed. Daar ligt hij hoor, in zijn natuurlijke habitat. Ja, ben je lekker Boomba aan het kijken? Ja, oké. Okay. Lig je daar lekker? Ja. Liam en Sam liggen op bed. Die waren hartstikke moe, dus die ligt lekker op bed. En ik heb een pakketje binnengekregen, want ik had wat besteld. Ik ga jullie daarin meenemen. Voordat ik het pakketje ga uitpakken. Ik krijg ook vaak de vraag, wanneer zijn jullie eigenlijk jarig? Ik ga heel eventjes de datum opnoemen op volgorde. En hoe oud iedereen wordt. Ik ben 27 november jarig en ik word dan 34. Jordi is 5 december jarig en die wordt dan 4. Liam, die is 25 februari jarig, die wordt dan 2. Sam is 9 maart jarig, die wordt dan 1. Niels is 31 juli jarig en die wordt dan 35. Dus hebben jullie gelijk informatie waar jullie naar vroegen. Nu ga ik het pakketje uitpakken. Ik had bij de Senos had ik besteld, want ik was al bezig met Jordi zijn tractatie voor school. En ik wilde nog een paar dingetjes hebben voor in mijn Sinterklaasboom, want die ga ik ook vandaag maken. En ik zat hierop te wachten totdat dat binnen was. Dus ik ga het heel even uitpakken. Sowieso krijg je altijd een hele hoop informatie en alles. En de pakbon natuurlijk. Deze knorrelpot werd even wakker. Hé hey, hoor. Ja. Mama gaat jou even in de loopwagen zetten. En dan gaan we daarna knuffelen. Maar mama doet even wat opnemen. Ja. Sowieso wilde ik voor mijn Sinterklaasboom 2 hangers hebben. Ik vind dat gewoon leuk. Vind ik gewoon leuk. En ik wilde een paar jute zakjes hebben. En ik heb er 15 besteld. Dus er kunnen er 5. 1, 2, 3, 4, 5 kunnen er in de boom. Maar die overige, die zijn voor de tractatie van Jordi. Want ik heb ook nog eens Pieter Barrette erbij besteld. En even kijken, die heb ik er 10 besteld. Even kijken, ja. Ja, die heb ik er 10 besteld. En er zitten ongeveer 6 kindjes in de klas. Maar ja, ik wil altijd reserve hebben, zodat ik altijd genoeg heb. Dus ja, vandaar dat ik dat heb gedaan. Maar deze
daar gaan dus zo'n pietenbaret in. En dan komen er pepernootjes in. En dat is de tractatie van Jordi. Hij is natuurlijk op 5 december jarig. Dus dat is op een zondag. En het is natuurlijk gewoon op pakjesavond. Maar wij doen het de dinsdag voordat hij jarig is. Dus in de week ervoor doen we het al vieren. Dat hebben we al afgesproken op schooltje. Dus ja, dat is wat we als tractatie gaan doen. Ik vond het eigenlijk best origineel van mezelf. Maar ja, in ieder geval, we hebben het met de juf besproken en dat was prima. Dus ja, dat zijn de spullen die ik dan al heb voor Jordi's tractatie. Afgezien van wat ik besteld heb natuurlijk, zijn dit mijn Sinterklaas spullen. Dus ik heb zo'n bak en er zitten allemaal Sinterklaas spullen in. Er zitten ook pietenmutjes, kleertjes, dat soort dingen allemaal in. Dus ja, en ik had koud, dus ik heb even onesie aangetrokken. Zodat ik eventjes lekker mijn gang kan gaan. Voordat ik begin, dit is de kale boom. Ik moet hem natuurlijk nog een beetje goed doen. Maar dit is hier nu. En dit is nog alles in de stijl van Halloween. En dan ga ik nu natuurlijk even veranderingen brengen. En dan is dit het boompje. Wauw, Sammy. Is mooi, hè? Ik had de opzichter bij me. Die heeft me de hele tijd bekeken. Hij is natuurlijk nog niet perfect. Maar dat komt door de jaren heen wel. Ik doe iedere keer iets kopen. Nu heb ik weer een Sinterklaas en een schoen gekocht. En jute zakjes. Volgend jaar koop ik er weer iets bij. En uiteindelijk heb je een hele volle boom. Dat is gewoon, ja, ik vind dat leuk om te doen. Dus vandaar. Ja, ik ga nou heel even met die dingen allemaal beginnen. En dan, ja, dat dus. En dit is het nu geworden. Ik wil niet zeggen dat het ook zo blijft. Maar voor nu vind ik het zo prima. En Niels, wat vind je ervan? Mooi. Mooi. Sinterklaas, een nieuwe boom. Nou, er zitten nog geen ballen in, hè? Dus het is een goede keer. Precies. Ik ben even naar de verjaardag geweest. Ondertussen is Niels bij de kindjes gebleven. En ik ga later even uitleggen wat dat jongetje nou precies heeft. Ik heb ook toestemming om uit te leggen wat het precies heeft. Dus dat ga ik straks even op mijn gemakje doen. Maar ik heb lekker even mijn pyjama weer aangetrokken. En ik ben nu voor frietjes aan het zorgen. Ja. Yeah! Ik doe hem alleen omdat hij zelf kan zien. Ja, maar je moet een foto maken, dat is dus leuk. Nee. Kom naar Jan, selfie. Yay! Nee, ze is niet. Is die foto wel gelukt? Nou, zoals jullie zien, de foto is gelukt. En ons Pietje? Nee. Geen aap gooien, dat was een andere. Liam? Nee. 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 We gaan zo Sammy wakker maken. Ja, dat zal ik dus niet, hè. Kijk je uit, Sam. Sammy is niet helemaal lekker. Maar hij heeft net even geslapen en het gaat ietsjes beter nu. Maar ja, we zijn nog steeds niet 12 uur 's nachts, hè. Dus ja, er zal er wel weer een paar wakker worden. Hè, Liam? Hè, Sammy? De kindjes liggen in bed. Behalve Sammy. Sammy ligt bij papa, want Sammy voelt zich niet zo lekker. En ja, helaas.
Maar goed, hè. Het is nou eenmaal zo. Dat heb je als je ouders bent. Maar ik vertelde dat ik straks bij een kindje op bezoek ben geweest. En haar moeder en ik zijn al bevriend voordat überhaupt het kindje geboren was. Dus dit is gewoon een enorm toeval. Wij hadden al Jordi. Zij was uiteindelijk zwanger. En toen bleek dat het kindje het Grijs-syndroom had. Ik zet het hieronder eventjes neer, hoe je het schrijft. Grijs-syndroom is in principe heel eventjes Jip en Janneke taal. Je hebt kans op meerdere vingers, meerdere tenen, vergroeien, dat soort dingen. Het kan per persoon natuurlijk verschillend zijn hoe dat zich uit. Bij dit kindje had dat als uiting dat er meerdere vingers en meerdere teentjes aanwezig zijn. En aan zijn handjes is hij al geopereerd. En aan zijn voetjes wordt hij binnenkort dus geopereerd. Vandaar dat ze zijn verjaardag naar voren hebben gehaald. En elk kind verdient een verjaardag. Zo ook kleine Davy. En ik vind het belangrijk dat dit toch benoemd wordt. Want ik vind dat het Grijs-syndroom niet heel erg bekend is. Dus vandaar dat ik hier heel eventjes een kleine uitleg over geef. Onder in de beschrijving heb ik ook één of meerdere linkjes geplaatst. Omdat ik het belangrijk vind dat als je er meer informatie over wilt weten, dat ik daar beschikbaar heb natuurlijk. Ik heb dit ook met toestemming van de moeder van Davy. Mag ik hierover vertellen? En zo is het bijvoorbeeld ook dat mensen met het Grijs-syndroom, dat het genetisch bepaald is. Dus als je een kind krijgt, heb je kans erop dat het overgegeven wordt aan je kind. Dus de papa van Davy heeft dit namelijk ook en die is ook in het verleden geopereerd. Maar ja, zo als de papa van Davy het heeft, heeft Davy het ongeveer ook. Maar dat hoeft natuurlijk dus niet zo te zijn. Maar zoals ik al zei, ik heb er linkjes onderin staan in de beschrijving. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit toch benoemd wordt. Want ondanks dat het geen echt, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is geen Down-syndroom waar dit kanaal natuurlijk over gaat. Ik vind het toch belangrijk om dit benoemd te hebben. Omdat ik vind dat het gewoon, ja, het is niet bekend. Dus vandaar dat ik het even benoem. Ik ga heel eventjes hier de boel verder opruimen. En nogmaals, mocht je informatie willen, het staat hieronder over het Grijs-syndroom. We hebben de boel hier opgeruimd en ik heb nou even een borrelplankje gemaakt. En we gaan even samen lekker op de bank hangen. Kindjes slapen nu alle drie. Dus even van profiteren. En dan is dit het borrelplankje. Bugels, tukkoekjes, een worstje, een kaasje, een beetje ham, komkommer, een balletje en heksenkaas. Een hele goede morgen. Ik heb uitgeslapen samen met Sam. Hi! Hij is wel vannacht een keer wakker geweest, maar dat heeft papa gedaan. Jordi ben ik nog naartoe geweest. En Liam die was om 7 uur al op en dat heeft papa gedaan. Dus ik mocht slapen. En we gaan zo dadelijk ons zondag ontbijtje doen. Die is bijna klaar. En om te kunnen gaan eten moet papa nou wel de keuken uit met Joef. En dan is dit het bordje voor Liam. Dan denk je, wow, wat veel. Ja, maar hij kiest zelf uit wat hij wil eten. Dus vandaag. Dit is het bordje van Jordi. Want dit is eigenlijk wat hij allemaal wel kan kauwen en eten. Dus we zetten dit voor hun neus neer. En Sam die heeft fruit. De kindjes liggen lekker op bed. Ik heb net was gevouwen. Die hoeft naar je plaats. En wij gaan heel eventjes papa en mama tijd houden. Door even de film af te kijken die we gisteravond niet hebben afgekeken. Omdat we zo moe waren. En ik had nog wat dingetjes over van gisteren. Die heb ik eventjes op een bord gedaan. En dan gaan we nog even snacken. Alias onze lunch. Ik had er nog wat augurk bij gedaan. Wat kaasje. En natuurlijk de bugels en de heksenkaas.
Even lekker smullen. En even film kijken. Er zijn hier twee monstertjes wakker. Dit kwel- en snotmonster. Ja! En daar. Achter de stoeltje. Daar. Is het andere kwel- en snotmonstertje. Ja! Papa die is heel eventjes Jordi wakker maken en die krijgt dat weer in. Hallo, hoe ga je met mijn slippers doen? Leg ze eens terug. Dit kind is gek. Ik krijg het ook niet op film. Oh, daar loopt hij weer. Hallo, mijn slippers gewoon op de grond alsjeblieft, dankjewel. Nee, dat zijn mama's slippers. Laat die slippers nou eens op de grond. Nee! Niet in je mond! Nee! Geef maar mama. Echt, dat kind is gek. Ik moet deze slippers af gaan pakken, Sam. Ja. Ja. Ik lig wel lekker zo met jou. We zijn er twee aan het ruzie maken hier. Liam die gaat dit aan Jordi vervelen. Die zit nou vast bij Jordi. En mijn ouders zitten me uit te lachen. Ja, dat doe je toch zelf. Slimmerik. Dat doe je toch zelf? Wat, heb jij een bloedneus? Ja, papa heeft een bloedneus. Kun je even een papiertje pakken voor mij? Hij heeft een bloedneus. De twee oudsten die liggen al in bed. Liam en Jordi. Sam die ligt weer eens hier. Die is zo schor. Dat is niet grappig. We hebben net, hij wil nou gaan zitten. Nou is die dingen wel ingetrokken. Ik heb net ook spul gegeven voor zijn neus. En we hebben Luf gesmeerd. En we hebben zijn neus helemaal uitgespoten. Dus we hebben echt van alles gedaan om hem te helpen. Waarom doe je dit nou weer? Dit is voor Sam. Hé, Sammy. Het is jouw vriendje, hè? Ook die van Liam, maar ook van jou. Onze droepie kijkt verdroevig uit zijn ogen, garen. Maar dat betekent ook, nou hij zo is, dat ik woensdag niet ga uploaden. Dus vandaag komt er nog een vlog online, dus dat is deze. En dan woensdag komt er niks en dan pas vrijdag weer. Want ik ben op de eerste plaats mama. En als een kindje ziek is, wil ik sowieso op de eerste plaats voor het kindje er zijn. Dus ik doe woensdag niet uploaden. Maar ik ga wel bij deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.